Nou, er wordt dus nu politie voor mij gebeld. Want er is een beveiliger bij de Jumbo die mij dus niet naar binnen wil laten. Jij zegt en dat ik labiel was en ziek. Nou, ik zou zeggen... Hey, een hele goede morgen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. En ja, dat zijn wij. En het is vandaag alweer zaterdag 19 december 2020. En het is nu 9 uur 9. Ja. Ik ben al een tijdje op. Maar wat ik allemaal ga doen? Ik zou zeggen, blijf kijken. En heel veel kijkplezier. Nou, hier ligt mevrouw 1 te pitten. Die is wakker, maar die ligt daar. En die ligt hier, wauw. Kokkont, deels. Ja, oké, okay. Wauw. Moet je zo zielig kijken dan. Ik ben lief. En hoe gaat het met deze twee? Ja, ook goed, alleen... Alleen jullie verhuizen jullie huisje gewoon helemaal naar voren. Wat ook niet hoeft. Nee. Nee. Je maakt er een puinhoop van. Wist je dat? Nee, nou, dan weet je dat nu. Zo. Moet jij weer kijken? Ja, dus. Oké. Okay. Ja. Ga je weer laag? Nee? Kom. 1, 2. En weer laag. Goed zo. Dames, kom. Alle drie, zitten. 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 Ho, lady, ga eens even een stuk terug. Kom. Ho, zitten. Kom eens hier. Hier. Ah, kom eens hier, lof. Zitten. En blijf. 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 Kijk eens hier. Ja, zitten. Zitten. Dat is 1. Dat is 2. En dat is 3. Ah, alsjeblieft.
Hè? Ja, zeg dat wel. Ik ben heel druk bezig geweest. Zoals jullie wel hebben kunnen zien. Met de koelkast. Ja. Ik ben al vanaf 4:30, 4:30 op. Vanochtend. Ik ben aardig bezig met te editen. Nee, nu eens een keertje geen stamboom. Ik heb al wel weer nieuwe informatie voor de stamboom. Jee. Ja. En, hoeveel vlogs heb ik nu al gemaakt? Mag ik niet liegen? Ga ik even gelijk voor jullie nakijken. Er is nu één weer aan het renderen, editen. Dan heb ik er in totaal alweer 5 gemaakt. Ik heb hier een hele, zoals jullie wel zien, de knoflook. En dan ga ik eventjes sorteren en uitzoeken. Zo. Waar ik last van heb, weet ik niet. Maar mijn stem die slaat even af en toe even over. Dus ja, nou dat ga ik even doen. En dan checken jullie mij die straks. Oh. Wat doe jij nou? Ja, even iets even in de bak gooien voor een club. Bak gooien. Nou ja, Roderick zit hier dus nu lekker naast mij gezellig. En we zijn dus nu even knoflook aan het schoonmaken. Kijk, een hele bak vol met knoflook. Jammer. Hoe dan? Nou ja, kopen. Heel goedkoop. En bij voedselcentrum Isaac en de Schittering. Ja. Ja, en dan heb je voor heel veel knoflook in je koelkast zometeen weer. Jee. Zo. Ja, en dan doe ik dit dus op nog zo'n klein schaaltje. En dan gaat dit dus eerst. En dan pas wat hierin zit. Net zoals deze gaat dan ook als eerste, want hier zit een plekje op. Is handig, hè? Zo, hè? Een hele bak vol, hè? Dit even... Ja, oké. Okay. Ja, die gaat ook even daar. Moet ik dit even hier alvast in doen? Ja, dat is goed. Kijk, want we hebben ook nog uitgelopen knoflook. Uitgelopen, ja, kijk hier. Uitgelopen, met worteltjes. Gewoon een uitgelopen knoflook. Zonder kijk, worteltjes. Kijk. Handig toch? Ja, met worteltjes. Wortels. Yes, uitgelopen zonder worteltjes. En dan heb je hier dus ook. Wow, nou die blijft netjes, ja. Kijk, hier, dus wat ik dus net al liet zien. Deze. Dus hij is gewoon lekker 2 maal. Hoepie. Handig. Is leuk toch? Ja, nou. Dat gaat dus. In deze blauwe zak, ja, is handig, in een blauw zakje. En dat gaat dan Ro later, eventjes, namelijk, hier beneden in de tuin doen. Yes, zo. Ook handig, toch? Ja, dat lijkt mij wel. Dat lijkt mij wel erg handig. Zo. Ideaal. Nou, die is mooi. Kijk, want ik ben dus aan het koekeloeren van welke een beetje niet meer kan. Nou, en dat gaat dan weer apart op zo'n schaaltje waar we dus altijd de theezakjes even op doen als we thee drinken. Maar deze is wel redelijk, hè, die je nu allemaal hebt, hè? Ja. Kijk, die gaat daar, die gaat daar. Die gaat daar naartoe, want jij pleurt alles weer hier naartoe. Dat is niet handig. Dus, kijk. Zo. Zo. Nou, we hebben alles gedaan. En van die ene zak laat ik nu weer even zien. En dan nu dus dit. Ja! En zoals weer gewoonlijk zitten we dus weer in de auto. Ja. Wat anders. En Roderick kan ik dus nou niet in beeld brengen, want die heeft zijn werkkleding nog aan. Wat, hoe zei je dat? Dat is niet mooi in beeld. Dat is niet mooi in beeld, jawel hoor. Kijk, 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 kijk. Kijk, doe ik hem toch even sneaky in beeld. Hebben jullie hem toch even nog gezien? Ja, is handig toch? Alleen, ik moet dan even de camera wat hoger houden. Vanzelf, kijk. Alles goed? Nee, niet alles goed. Waarom niet? Het is prits, ja. Ja, dat sowieso. Ja, alleen krijg je nu wel korting. Dus jouw naam moet. Wauw, mag dit? Man. Mag dat? Je voor je neus? Dat is allemaal toch? Ja, dat is heel handig. Hij zou daar gaan staan. Ja. Maar dan krijg je korting van 50% op het totale wasprogramma. Dat je jouw naam noemen en die van onze vriend Dave. Ja. Dat
krijg je met dit weer krijg je een korting van de helft. Oké, dat is mooi. Ja. Dat is mooi. Nee, nou, wij gaan dus weer even naar de Jumbo. Even eruit. Dan ben ik er even uit. Dan zijn wij er even uit. Zijn jullie er nog even uit? Wat wil je nog meer? En zo uit. Kijk, en we rijden nul. We rijden nul. Ja, als het min nul is, maar als je naar achteruit rijdt, is dat wel een min voor, of niet? Nee. Nog meer snelheid. Jongens. Jongens, gaat nou even op groen zetten dan. Is moeilijk. En die andere op rood. Dat en dat daar op rood en wij op groen. Ja! Groen, haal ik op van. Lekker doorrijden. En we hebben auto's. Dan sta jij weer op rood. Ja. Dat schiet niet echt op. Nee, het is toch handig. Nee, je moet hier rechtsaf gaan, dan gaan we weer draaien. Het was vanochtend lekkerder hoor. Ja, vanochtend was het ook nog groen. Nu niet meer. Dan mag jij nog even, straks nog eventjes en de hondjes even doen. En dan vanavond eventjes samen. Samen is goed. Ja, samen. Gaan wij straks samen de hondjes doen? En jij vanavond alleen, of niet? Ik heb vanochtend... Ja, dat hoeft niet. Dat was vanochtend. Dat was heel erg vanochtend. Dat was gisteravond. Nog zo vroeg in de ochtend was het. Echt niet. Echt niet. Echt wel. Nou ja, jullie weten dus waar we naartoe gaan. Jee. Naar Ramon. Ja. En waarom zijn die letters hier uit, die witte? Zijn nu zwart geworden. Dat is toch handig. Dat is niet mooi? Dat is wel mooi. Mooie rode letters. En mooie witte letters wil ik graag hebben. Maar nu zijn het mooie rode letters en lelijke zwarte letters. En welke accent heb jij nou? Ik heb geen ahnung, ja. Wauw. Wauw. Totaal niet waar jij het over hebt. Niet. Nee, geen idee. Niet, waarom niet? Ik heb gewoon geen idee. Die heb ik thuis in de achterbak gelaten, weet je wel, weet je niet. Ja. Dus... Tante Sjaan zegt altijd, van, nou, zeg maar zo, ik zeg maar niks. Dan zeg je nooit wat fout. Dan weet je het. Nee, ik weet niks. Tante Sjaan. Ik weet niks. Jij weet niks? Nee. Mijn naam is Haas. Ja. Nee, mijn naam is Roderick. Hoi, dag Haas. En ik eet geen pindakaas. Eet jij geen pindakaas? Ja, jij eet wel. Lekker crunchy met kruidnootjes erin. Ja, precies. Lekker. Dat is mooi. Speciaal in dit seizoen van het jaargetijden. Ja. Als het koud is, dan komen ze met die kruidnoten aanzetten. Je kunt hem opeten, als je het lekker vindt. Dat is mooi, dankjewel. Als je het niet lekker vindt, kan je het ook opeten, maar dan zijn ze gewoon niet lekker, zou ik niet doen. Jammer. Ja, jammer hè? Ja, precies. Oké, wat gaan we doen? Gaan we rijden? Of gaan we rijden? We gaan rijden in het autootje. Wat is dit dan weer voor? Is daar een McDonald's? Oh, wat leuk. Gaan we in de parking in of wat? Ja, we gaan hier weer in de... Nee, oh, wat een schil. Oh wauw. Oh wauw. Dimitje. Wat gaan we doen hier? Nog geel worden. Beetje gelig. Zeven hier maar. Wauw. Ja, is goed. Nou, er wordt dus nu politie voor mij gebeld. Want er is een beveiliger bij de Jumbo die mij dus niet naar binnen wil laten. Want hij wou dus mijn vrijstellingbriefje zien. Nou, dat mag, want dat is vooral van internet. En dat mag. Ik heb Roderick nu net al even door laten sturen naar de servicebalie. Dus... En nu eens even kijken wat hij gaat doen. Want hij vroeg om de vrijstelling. En dus ik zei al van, die heb ik niet, maar die heb ik wel. Toen zei hij al van, nou dan, en dan ga ik gelijk en de politie bellen. Maar ik slik ook medicijnen. Zoals jullie wel weten. Dus laten we maar de politie bellen. En ik wil dat Rauw gewoon bij mij komt staan. Dus hij doet maar, en met zijn politie. Maar dit wordt nu opgenomen. En ik hoop dat de manager komt. Ik wil dat zij hier nu bij mij blijft staan nu, schat. Hè? Nou, dan blijft zij nu bij me staan, want hij is nou bezig om te gaan bellen. Nee, ik wil dat ze hier nu bij mij komt staan, schat. Niet daar.
Alleen dan even de kar even in elkaar hier. Maar, ja, maar ik ben dit is nu ook aan het opnemen. Ze weten mij hier hoe en hoe ik hier ben in de Jumbo. Mm. Ja? En dan had jij dus nu net kunnen zeggen van joh, je hebt geen big registratie. Dat is wat ik bedoel. Je bent de winkel in. Dus ik ben pas gegaan. Nee, Roop, ik mag de winkel van hem niet in. Want ik mag de winkel in, maar hij gaat dan wel gelijk en de politie bellen. Nou, dan blijf ik hier even staan. Oh, okay. Ja. Hij belt nu de politie voor mij. Omdat hij dus gelijk even alles wil kijken. Nee, maar jij, dat is dus luisteren. Ik mag er wel iets zonder problemen. Dat vind ik raar. Dat vind ik een hele rare naam. Oh, de beveiliging. Tuurlijk, kom maar. Maar ook jullie mogen niks zien. We hebben geen weggeven aan. Helaas. Ik heb even met mijn mannen overlegd. Omdat het ook verplicht is in de man namelijk. U mag nu naar binnen. Ja? U belt de huisarts, dan vraagt u een officiële vergadering, want deze kan iedereen... Luister, mag ik jou heel eventjes onderbreken? Mag ik eerst even uitpraten? Dat mag, maar daarna wil ik even mijn woord hebben. Ja, tuurlijk. Ik wil dat even. Mag ik het woord doen? Zeker. Want deze zijn officieel niet rechtsgeldig. Jawel, dat is het wel. Deze zijn officieel niet rechtsgeldig. Wauw, nou sorry. Nee. Nou ga ik jou toch even in de reden vallen. Mijn man is ook zelf... Beveiliger, ja? Nee. Luister, mag ik even? Want anders ga ik hier uit mijn pan flikkeren. De hele... Nee, luister even. Jawel, voor nu even wel. Want je weet niet wat ik mankeer. Ja? Ja, maar dan gaat het. Daar gaat het nu wel even om. Daar gaat het wel even om. Omdat u een rechtsgeldig papier heeft. Luister, dit is van de Rijksoverheid. Deze mag je uitprinten en die is rechtsgeldig, vriend. Die is rechtsgeldig. Die is rechtsgeldig. Als je de bijbehorende papieren hebt, rechtsgeldig. Ik heb... Die mag jij niet zien. Want je hebt geen registratie, vriend. Daar komt het om. En dat u zegt alleen dat. U zegt niet dat u verder nog papieren van de huisarts erbij heeft. Ik heb hier een hele hoop. En dat heb ik ook. Dat heb je niet gezegd tegen me. En ik kan niet in mijn glazen bol kijken om... Jij vraagt om dat papiertje. Ik laat jou die zien. Dan behoor jij mij al toe te laten. Ik heb... Vriend, luister. Nee. Ja. En die is niet rechtsgeldig. Ik word zo boos voor jou. Wist je dat? Ja, dat heb ik. Nee. Want je mag bij mij gewoon naar binnen. Alleen de eerstvolgende keer... Ik mag hier lopen zonder mondkapje. Oké, en u? Ik ook. Omdat hij nu bij mij loopt. Oké, dan vertel ik wat mijn manager heeft gezegd. Omdat jij hier binnen kan zonder mondkapje, mag ik dus een mondbod uitschrijven en dan mag jij... Nee, dat mag jij niet. Dat mag jij niet. Mag ik jou even, die lange? Mag ik jou heel even? Jou vertrouw ik wel. Ik vertrouw hem nou niet. Sorry, ik zit even te zeker op mijn poten. Wij en wij kennen jou. Jij en jij mag het wel zien. Sorry dat ik het opneem. Ja, het en mezelf. Wil je mij naar buiten laten? En mezelf. Oké. En jezelf. Dus mij ook. Nee, ik. En ik film alleen mezelf. Ik film jou niet. Wil jij het even laten zien, schat? Alsjeblieft. Want hij krijgt... Wij kennen hem al heel lang. Ja, maar daar gaat het wel niet om. Ik heb het ook gewoon in mijn zwijgplicht. Ik heb ook gewoon mijn zwijgplicht. Wij kennen hem al heel lang. En de mensen die ik vertrouw... Ik ga niet meer met jou in discussie. Voor mijn eigen bestwil. Even rustig. Wat is het dan? Dat is een domme mondkapje. Een hele mooie kwast. Waar hij te grijpen heeft. Mag niet... Die heb ik hier ook, van Caroline ook. En deze aanvullende verklaring. Van haar begeleiding. Dat ze helemaal in de stress zijn als ze een mondkap kunnen. Zoals is nu? Zoals ze nu. Ja. Oké. Vandaar die aanzetting. En je collega die gaat dan weer over van allemaal je papieren dan even.
Kijk, kijk, en wij kunnen jullie al, omdat we dus ook op een andere manier met jullie omgaan, maar hij komt al zo op een hele andere manier, agressief al hier al over. Van, ja, en daar is je mondkapje, sorry. Maar als ik dit zo zie, zeg maar, dan zou ik zeggen, ja, dit is niet rechtsgeldig, zeg maar. Dat is wat we doen. Ja. Kijk, iedereen kan dit hier zetten. En je mag gaan bellen. Ja, maar dat ga ik niet. Maar ik begrijp bij het verhaal dat de politie hier aankomt. Hij, en hij zei en dat hij in de politie in zou bellen voor mij. Okay. Ja, dat heeft hij niet gedaan. Ja, ja, daarom en dat ik hier ook blijf staan. Want, en wat, ja. Want hij zei ook van ja, maar en je mag naar binnen, maar, en, maar ik ga en de politie bellen voor je. Nou, bel me. Ja, ja, ja. Bel me. Maar ik sta in mijn recht. Ja, want ja. Deze dingen kan je gewoon uitprinten op Rijksoverheid. Mm-hmm. En ik kom hier altijd binnen zonder problemen. Frans en die kent me ook. Ja, ja. En dan ga je op deze manier zo doen tegen mij. Sorry. Dat. Ik sta gewoon te schrikken op mijn poten, man. We kennen hier, we weten wat er aan de hand is. Mag ik je andere uitzien? Wauw. Zo. Kijk eens hoe mooi. Wauw. Wat grappig. Ja, wauw. Gemanipuleerde. Hij, ja, maar hij is wel grappig. Wauw. Dan geneet ze gemanipuleerd. Hij schat. Oh, wauw. Ja, we zijn er weer. Ja, ik zie er nog wel meer, maar volgens mij. Maar oké, geeft niet. Nee, dan gaan we even en naar die andere kijken. Jee. Ik kom weer die Jumbo in. Ah. Wauw. Laten we eens even kijken. En voor de kleintjes, even kijken. Ja, pak jij zakje? Ja. Nou. Kijk, die hangt er half af. Die hangt er ook half af. Kijk, die hangt er half af. Kijk, dat is mooi. Zo. Lekker? Ja, lekker. Dat is mooi. Nou, weer moe. Dat is ook een beetje echt even om af te lezen, of niet? Ja, een beetje. Een beetje, zeg je ook nog. Wauw. Een beetje. Ach ja. Nee, we gingen dus van Wouden, we vanmiddag dus ook hier naartoe. Ik denk, nou, ik kom wel de Jumbo binnen. Ja, niet. Ja. Die meneer in kwestie, die wou dus even alles even zien. Even mijn hele medische dossier. Ja, doei, maar de koekoek. Ja. Dus toen wou hij eventjes aan de politie bellen. Nou, hij doet zijn best maar. En achteraf heeft hij maar niet de politie gebeld. Want hij vond dat kaartje maar nep. Nee, het is niet nep, want je kan het gewoon krijgen via Rijksoverheid. Dus ik ga binnenkort, even als mijn liefdalige man vrij is, wil ik eens even naar richting de stad. Op de fiets of zo. Moeten we even kijken hoe ik dat ga doen. En dan proberen om meneer Rutte en meneer De Jonge te spreken te krijgen over dit voorval. Ja, of ze dat ook misschien beter kunnen doen. Yes, of er iets ja, er tegen is of zo, hoe je het kan gaan doen. Want er zijn nou gewoon zoveel beveiligers die je hele en gegevens willen zien. Ja, en dat mag niet, want je hebt geen registratie. Dus ik was over de zeik. Mocht je het filmpje willen zien, laat het even weten. En dan zal ik dat filmpje eventjes in mijn volgende vlog erbij zetten. Dus dat. Hey, Rooie. Zit je er ook weer? Lig je er weer? Hey. Ja, nou en nou mag je daar en daarop krabben. Vind ik helemaal niet erg. Nee. Nou, gisteren, dus dat was de 18e, ja, zijn wij dus namelijk allemaal kerstkaarten rondwezen brengen. Met mijn liefdallige veentje die daar lekker zit, lekker in zijn stoel. Oeh, oeh, waar ik zielsgelukkig mee ben. Ja, Jan.
Ja? Hallo. Ik zeg wat. En jij gaat er doorheen lullen. Ja? Luisteren naar mij. Hey, luisteren. Ja, tegen mij. Maar we hebben dus kaarten op de brievenbus gedaan. Dus ook bij iemand anders. Hè, Jan? Ja. Maar die kaart kreeg niet ik in mijn brievenbus terug. Nee. Maar mijn liefdallige ventje. Ja. Met, ja, maar liefst 3 velletjes papier. Getypt, hè wel. Dus ja. En ik weet, en dat je kijkt, scheelt weer. Dan wil ik wel eens van jou weten. Hoe jij denkt, of... Ik zou zeggen, typ het lekker. Stuur het even op. En maar niet meer naar mijn huis, maar eventjes en naar mijn vent. Jij zegt en dat ik labiel was en ziek. Nou, ik zou zeggen, typ het eventjes. Want ik wil heel graag weten... Hoe bedoel je, ik ben ziek en labiel? Misschien ben je dat lekker zelf. En met elke wijf naar bed gaan. Yo, top. Ja. En ja, tuurlijk ken je onze auto. En onze kenteken. Ja, yo. Want je staat op de vlog. Ja. Gek, hè? Nou, dan weet je ook dus wel in de volgende brief te vermelden naar welke garage we gaan. Hé, hey. Dankjewel, hè. Hey, hallo, hey. Ik ga deze vlog lekker afsluiten, samen weer met jullie. Ja, ik zou zeggen, vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet hier het belletje aan te doen en te abonneren. En dan ook daar het duimpje te doen. En dan juist ook een leuke reactie achter te laten wat jij nou van deze vlog vond. En heb je nou een vraag, stel die ook gerust. Want dan kunnen wij namelijk in het nieuwe jaar een Q&A opnemen. Dus ik zou zeggen, vond je het leuk? Doe even al het riedeltje. En dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. Een dikke tuut op je snoet, wanneer je het maar kijkt, 's ochtends, 's middags of 's avonds. Maak er een leuke dag van en tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei!